van de kernvragen waar we mee bezig zijn is natuurlijk, er komt een enorme pensioenstelselwijziging aan, althans die is gepland. Maar waarom komt die er nou eigenlijk? Wie bepaalt dat? En waarom zou die dan moeten komen? Wat is het probleem? Nou, het probleem, dat is denk ik voor iedereen wel duidelijk. Tegenwoordig, ieder jaar komen de berichten van de Nederlandse Bank. We moeten die pensioenen blijven bevriezen of zelfs verlagen. Dat is een paar keer gedaan. We kunnen niet rekening houden met de inflatie. En ik kan me de tijd herinneren, toen ik zelf ook in het bestuur zat van het pensioenfonds van DSM voor de mijnwerkers. En later ook nog een tijd in het pensioenfonds van IBM. Dat je daar eigenlijk nooit iets van hoorde. Er zal toen ook wel toezicht zijn geweest. Maar die pensioenfondsen hadden hun eigen accountant. Die maakte natuurlijk een verslag. Ze hadden een actuaris, dat is een specialist die uitrekent hoe lang mensen gemiddeld leven, wat de samenstelling is van de mensen die de premie betalen en die waarschuwen als het beleid een beetje anders moet. En die zorgde gewoon voor zichzelf en je hoorde er eigenlijk nooit iets van. En het is dus echt iets van de laatste jaren sinds de Nederlandse Bank dan verantwoordelijk is geworden voor die pensioenen, dat we dus ieder jaar al die verhalen krijgen en nu ook weer. Volgend jaar zijn die pensioenen, wat is het, 20% achtergebleven bij de geldontwaarding. Dat zou 20 jaar geleden, toen het allemaal veel kalmer en rustiger was en ook goed ging, maar dus zonder de Nederlandse Bank, zou niemand dat gedacht hebben. Heeft de Nederlandse Bank dan een bijzondere manier van het benaderen van het pensioenstelsel? Hoe een pensioen eruit zou moeten zijn, die afwijkt van wat we vroeger deden of die afwijkt van wat er in andere landen gebeurt? Ja. Wij zijn ook trouwens het enige land in West-Europa waar de centrale bank, die er dus vooral zijn om toezicht te houden op de banken, waar je veel strenger moet wezen, dat de centrale bank ook het toezicht doet op de pensioenfondsen. Alle andere landen in West-Europa, en ik denk dat ze gelijk hebben, die zeggen dat moet je uit elkaar houden. Dus bij de banken, kijk, hebzucht speelt daar een rol, die gokken met andermans geld. Er is altijd fraude, één keer in de zoveel tijd. Hier, die grote banken krijgen boetes omdat ze slechte klanten hebben. En dan beloven ze dat nooit meer te doen. En 5 jaar later krijgen ze weer een boete. Dus dat is een wereld waar je heel streng moet zijn en precies. En als die banken dan misschien wat minder snel met nieuwe producten kunnen komen, dan zeg je dat hebben we er graag voor over. Streng en precies. De pensioenfondsen, dat kan in een gemoedelijker sfeer. Plus, je kan moeilijk alle klanten van een bank bij elkaar roepen en zeggen, wat vinden jullie van die bank? Dat is onzin. Bij een pensioenfonds kan je wel zeker. En er zijn ook organen waarin mensen zijn vertegenwoordigd, die premie betalen, die pensioen ontvangen. Dat zou veel meer als een club geregeld kunnen worden. En dan heb je op de achtergrond natuurlijk altijd een beetje toezicht nodig. Het is toch niet zo dat ze beleggen in de eigen onderneming. Dat heeft bij 1 of 2 pensioenfondsen wel eens een rol gespeeld. Dat wordt natuurlijk veel te riskant allemaal. En voor de rest, dat idee wat we nu hebben, die cultuur van zo scherp en naar niemand luisteren trouwens, maar dat is dan, daar komen we misschien nog op. Dat is echt iets speciaals in Nederland, nergens anders. En dat vind ik geen verbetering. En hoe ver zou toezicht dan moeten gaan? Wat zijn de redelijke grenzen waarbinnen die zelfstandige clubs, want binnen het Nederlandse stelsel is er natuurlijk altijd sprake geweest van, ja, dit is een autonome, dit is een privaat pensioenfonds, daar regelen werkgevers en werknemers het zelf. En de overheid houdt een beetje toezicht. Hoe ver zou dat toezicht moeten gaan? Nou, ik heb al genoemd, je moet controleren dat ze niet, als het een ondernemings voor een firma, een pensioenfonds is, dat ze niet beleggen in de eigen firma. Want dan valt dat bedrijf om, dan zijn die mensen werkloos en dan zijn ze ook nog hun pensioen kwijt. Dus dat is heel duidelijk, daar moet toezicht op worden gehouden. Maar die pensioenfondsen hebben allemaal een actuaris die uitrekent hoe staat het ervoor met de leeftijd en met de samenstelling van de premiebetalers. Die mensen hebben daarvoor gestudeerd, die kunnen dat heel goed. Dus ik zie voor de rest nou niet zoveel reden om elke... Ze moeten tegenwoordig in Nederland, dat is echt ongelooflijk. Elke 3 maanden moeten ze 10.000 scenario's doorrekenen. Ik overdrijf niet. 10.000 scenario's van wat er allemaal in de toekomst zou kunnen gebeuren met dit en dat. En dan gaat de Nederlandse Bank er allemaal weer naar kijken. Dat is echt van de gekke. En dat is in geen één ander land in West-Europa is dat het geval. Dus ik denk dat qua cultuur ook je dat uit elkaar moet houden. Streng op die banken, want we weten dat daar foute dingen kunnen gebeuren. En die zijn in het verleden ook vaak geweest. En gemoedelijker en meer overlaten aan de deelnemers en de gepensioneerden bij de pensioenfondsen. En zo was het hier, voordat de Nederlandse Bank daar binnen kwam stappen. En zo zou het in mijn gevoel weer moeten worden. En vreest niet dat er daardoor onvoldoende vermogen te halen als het wat slechter gaat, dat er dan te veel risico wordt genomen? Nou, ik ben bang voor iets anders. En dat is... Het is nog niet een leuk woord, maar dat is de arrogantie bij de Nederlandse Bank.
die naar niks en niemand luisteren, die ook opmerken dat die pensioenfondsen er heel solide voor staan en dat dit paniekerige gedoe, wat me ook niet bevalt, moet ik eerlijk zeggen, de pensioengerechtigden bij de Nederlandse Bank, die krijgen wel elk jaar de inflatie. En dan denk ik, jullie kunnen wel makkelijk van een hoge toren blazen. Een paar jaar geleden hebben we met 600, geloof ik, mensen, zowel uit de praktijk als uit de wetenschap, een petitie gemaakt en aangeboden en gezegd dat moet echt ophouden, dat paniekerige gedoe. Daar reageren ze dan niet eens op. Dus niet zo dat ze zeggen, nou, wij zien dat anders en jullie zien dat zo en we moeten dit. Nee, er wordt niet gezocht naar een compromis, er wordt niet gezocht naar onderling begrip. Er wordt op een manier waarvan ze denken dat dat past bij de banken, dat je ze heel streng toespreekt en nooit naar ze luistert en alles eenzijdig beslist. Dat wordt toegepast op die pensioenfondsen waar dat helemaal ongeschikt is. Mag ik één voorbeeld geven? In januari van dit jaar hebben 3 hele serieuze collega's van mij hebben een artikel gepubliceerd en gezegd dat duwen van de Nederlandse Bank tegen beleggen ook in aandelen, dat is heel schadelijk voor de toekomstige pensioenen. Ondertussen is er een officieel document, dat is gedaan door het Centraal Planbureau in Den Haag, maar dat is waar de Nederlandse Bank achter staat. En dat zegt, je kan die aandelen er bijna helemaal uitduwen en dat maakt voor de pensioenen bijna niks uit, ik geloof 3%. Nou, die dingen liggen dus allebei op tafel. En dan gebeurt er daarna niks. Dus de Nederlandse Bank, die zeggen ook niet van, we gaan er nog eens een keer naar kijken of misschien hebben we ons vergist. En ik was daar op een gegeven moment dit voorjaar dus zo nieuwsgierig naar. Ik dacht, hoe kan dat nou toch zijn dat de Nederlandse Bank beweert, die pensioenen gaan maar een heel klein beetje achteruit. En dan kunnen we al die aandelen die natuurlijk omhoog en omlaag kunnen gaan en zo, dat snap ik ook wel, die kunnen we bijna helemaal verwijderen uit de pensioenfondsen. En die 3 collega's van mij die zeiden, dat zou enorme schade toebrengen aan de pensioenen. Toen ben ik er naar gaan kijken en toen vond ik dat er hele diepe fouten zaten in die berekening van de centrale bank. Heb ik allemaal keurig opgeschreven, hoor je weer niks. Dus dat is een slechte houding. En ik denk dat dat gekomen is vanuit de geschiedenis. De vorige president van de Nederlandse Bank, Nout Wellink, die heeft het nogal moeilijk gehad. Ik zeg niet dat dat allemaal zijn schuld is. Misschien heeft hij gewoon een moeilijke periode getroffen. Maar er was een hele grote crisis in 2008. Toen is de ING is failliet gegaan, de ABN is failliet gegaan. Die spaarbank in Utrecht is failliet gegaan. Vlak daarvoor was er de Scheringa Bank, voor wie zich dat nog herinnert. Dat was ook een heel treurig verhaal. Daar heeft de Nederlandse Bank echt zitten slapen. En bij eerdere gelegenheden waren er de toestanden met de opties, die waren verkocht aan gemeentes. Daar had ook weer niemand goed naar gekeken. Er waren de winstverdriedubbelaars van Labouchère en Dexia. Enfin, een hele lange reeks van dingen. En waarschijnlijk hebben ze daar gedacht, we gaan nog veel strenger worden voor alles en iedereen, om te voorkomen dat wij niet de schuld krijgen van een of ander toekomstig probleem. En dat heel strenge, daar heb ik begrip voor als het gaat om de banken. Want we weten dat de hebzucht enzovoort. Daar heb ik geen enkel begrip voor bij de pensioenfondsen. En het is op het grove af dat wanneer honderden mensen een petitie ondertekenen, en die hebben er echt ook wel een beetje verstand van, en zeggen jullie moeten ophouden met dat paniekerige gedoe. En wanneer serieuze geleerden een berekening doen en zeggen dat wordt echt veel slechter als jullie die aandelen allemaal naar de uitgang duwen. En dat ze dan denken dat je met zwijgen, en dan wat ik hoor, maar daar ben ik niet bij, tegen elkaar zeggen, die lui zijn querulanten, die zijn lastposten en die zouden ze op moeten houden en zo. Dat is een hele slechte houding. En hoe eerder dat verandert en daar een bestuurscultuur komt die past bij een moderne tijd en die respect toont voor de gepensioneerden en zeker ook voor de werknemers en de bedrijven natuurlijk die premies betalen, hoe eerder die cultuur daar verandert, hoe beter het is. En ik kom daarom tot de conclusie dat die andere landen in Europa beter hebben nagedacht en dat die het toezicht op pensioenen terecht gescheiden houden en door hele andere mensen met een andere cultuur laten doen dan toezicht op banken. En ik zou wensen dat wij die fout uit 2004, was het meen ik, dat wij die fout gewoon herstellen en zeggen dat was een vergissing, dat heeft niet gewerkt, die cultuur die passen niet bij elkaar, laten we daarmee ophouden. Dat zou mijn aanbeveling zijn. U zegt dus, is door een bepaalde geschiedenis, en dat is misschien wel te begrijpen, is er een bepaalde cultuur binnen de Nederlandse Bank. En dat is niet alleen dat het gesloten is, maar ook dat ze een verkeerde risicoperceptie ten opzichte van pensioen hebben. Want die excessen die u net noemt bij banken, die hebben zich bij pensioenfondsen niet voorgedaan. En die zullen zich ook niet voordoen. Zijn er eigenlijk excessen geweest bij pensioenfondsen? Heel zelden. En wat ik al zei, zo'n pensioenfonds moet ieder jaar een actuarieel verslag maken. Dat wil dus zeggen dat een deskundige, iemand die daar onafhankelijk en als expert naar kijkt, dat hij zegt, gaat dat hier goed? Kunnen we echt die pensioenen blijven uitbetalen?
ook als er niet zoveel nieuwe werknemers komen in die sector. Bijvoorbeeld, je hebt de pensioenfonds voor de strookkartonindustrie, daar komen geen nieuwe mensen meer bij. Daar moet je dan strenger zijn dan bij een pensioenfonds voor ambtenaren of docenten of verpleegkundigen. Daar komen ook weer nieuwe mensen die premie betalen, dus dan kan je veel meer nog naar de lange termijn kijken. Die actuarissen, die weten dat allemaal. En het droevige is dat bij de Nederlandse Bank hebben ze die zaak in handen gegeven van een aantal juristen. En die hebben een hele juridische aanpak gekozen. Die weten al die dingen echt niet van die berekeningen. Die hebben gedacht, als het pensioenfonds belegt in aandelen, ja, dat kan omhoog gaan, dat kan omlaag gaan. Weet je wat, we duwen ze zoveel mogelijk uit aandelen. En we maken ook, en dat is ook een hele verkeerde tendens, we maken dat pensioen veel meer individueel. Dus je gaat met pensioen en dan zegt het pensioenfonds, dit is jouw potje. En dat is voor jou dan verder. Maar dat betekent, dat is nou een beetje technischer, maar dat betekent dat ze nog weer veel minder in aandelen kunnen beleggen. Dan wordt het allemaal een soort annuïteit, is dan het woord daarvoor. En daar is allemaal uitvoerig tegen gewaarschuwd door mijn collega's die echt daar ook wel goed inzicht in hebben. En de Nederlandse banken die duwen maar door. Die juristen die hebben dus een idee, als we nou maar nooit ergens zelf de schuld van kunnen krijgen. En dat hebben ze vertaald door te zeggen, al maar minder in aandelen, alleen nog maar in een soort spaarrekening en hele veilige dingen. En dat klinkt misschien wel heel mooi en veilig. En dat is zeker een manier waarop zij nooit ergens de schuld van krijgen. Behalve dat dan de pensioenen, zo heb ik uitgerekend, ongeveer een kwart worden in de verre toekomst van wat ze nu zijn. Nou, dat zien die juristen niet. En je kan er niet met ze over praten, want ze hebben geen enkele interesse in discussie met andere Nederlanders die daar misschien ook nog iets in het zakje doen. Wat doe je dan in het zakje? Een duit! Ja, precies. Ook al doen wij er maar een kleine duit in, die duit is misschien toch ook wel waardevol. En daar geen interesse. Maar u zegt, de Nederlandse Bank heeft een hele bijzondere risicoperceptie eigenlijk bij pensioenen. Is er nog ergens anders, bij andere toezichthouders in andere landen, zo'nzelfde risicoperceptie? Of wijkt die heel erg af? Wat ik weet van andere landen is, die laten het veel meer over aan de sector en die gaan zich er alleen mee bemoeien als blijkt uit het verslag van de actuaris dat pensioenfonds bezig is vast te lopen. Dan is nog tijd genoeg om daar iets aan te doen. Je kan er iets doen met de pensioenen. Dat is in Nederland makkelijker dan in veel andere landen, omdat dat hier niet goud garant is. Dat wil zeggen, ze kunnen, nou dat weten we dus helaas, ze kunnen niet corrigeren voor de inflatie. Ze kunnen zelfs pensioenen verlagen, dat is ook al 1 of 2 keer gebeurd. Dus het is soepel genoeg aan de kant van hoe je het uitkeert. Maar ik vind de ambitie moet altijd blijven om die pensioenen min of meer gelijk op te laten lopen. Het zijn met geldontwaarding, het zijn met de lonen. En dat is heel lang gelukt. En, blijkt uit berekeningen, maar de Nederlandse Bank wil daar niet naar kijken, dat zou heel makkelijk ook in de toekomst kunnen. Dat had alle jaren gekund sinds 2008, toen ze begonnen zijn met al die kortingen. Maar dat is dus niet gebeurd. Dus het is echt heel extreem en ik denk dat dat dus een culturele verklaring heeft. Dat zij al die fouten tijdens Welling, ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk als je dan zo hoog van de toren blaast en toch nog alle dingen misgaan. Dat ze hebben gedacht, dat in ieder geval nooit meer. En dat juristen die niet verstand hebben van financiële rekenkunde, toen hebben verzonnen, hoe meer we het individueel maken, dan schuiven we alles uit de deur. Heel dom, die pensioenfondsen kunnen beter beleggen en een veel betere service geven als je het met elkaar doet. En als je zegt, wij hebben de ambitie om ongeveer de inflatie en de lonen bij te houden. Dus dat was al helemaal verkeerd. En dat zijn ze gaan doorzetten. Ik heb mensen gesproken, ik heb over mijn artikelen, die u op de website kunt lezen, natuurlijk een heleboel reacties gekregen. Er was een reactie bij van een directeur van het pensioenfonds, die was geweest bij een voorlichtingsbijeenkomst bij de Nederlandse Bank. En er had een van die juristen die had gezegd, we snappen eigenlijk niet waarom er nog in aandelen wordt belegd. Dus dat is een hele primitieve en eenzijdige visie. Dat je alleen maar denkt van ja, de beurs die kan wel eens een keer hoger worden. De beurs kan lager worden, dat is natuurlijk ook zo. Op de lange termijn weten we dat dat goede rendementen oplevert. En dus betere pensioenen en lagere premies. Maar ze luisteren daar niet naar of ze hebben er geen verstand van. En ze zijn zeker arrogant. Maar je hoort bijvoorbeeld bij een partij zoals de Socialistische Partij, we willen geen casino-pensioen, dus we moeten zo veilig mogelijk. Maar u zegt hier iets aan, en dat is misschien ook de lijn van de Nederlandse Bank. Misschien willen ze alleen maar veiligheid. Waarom moeten we dat niet willen? Dus zij zeggen, maar dan stoppen ze met erover na te denken. Ze zeggen, de beurs die kan in een jaar wel 20% hoger of 20% lager zijn. Dat is correct.
Dan zeggen ze tegen die pensioenfondsen, houden jullie er rekening mee? Zijn jullie erop voorbereid dat de beurs misschien wel 20 of 30 jaar alleen maar achteruit gaat? Nou, dat heeft ook te maken met de fundamentele fouten en al die berekeningen die ze hebben gedaan. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Als de beurs 30 jaar helemaal achteruit gaat, betekent dat dat kennelijk alle bedrijven geen winst meer maken. Want als de bedrijven winst maken, zijn ze natuurlijk iets waard. Dus dan zijn ook hun aandelen iets waard. Als alle bedrijven 30 jaar lang geen winst maken, dan zijn we hier definitief onder water. Dus dan hebben we nog wel andere problemen. In de geschiedenis, dat is misschien een betere manier om het uit te leggen, zijn er maar twee voorbeelden van dat er zoiets is gebeurd. Dat de beurs helemaal waardeloos werd. Dat is Lenin in Rusland in 1917. En Khomeini in Iran in 1979. Dus bij een revolutie, ja, dan wordt de beurs nul waard. Maar dan zijn eerlijk gezegd de staatsobligaties en de spaarrekeningen waarschijnlijk ook niks meer waard. En als we hopen dat Nederland nog een tijdje blijft bestaan met een overheidssector, met een bedrijvensector, bedrijven die doorgaan met nieuwe dingen te ontwikkelen, ook een beetje winst maken en alles, die beurs die reflecteert dat. Dus het hele idee om te zeggen, dat gaat misschien wel 30 jaar lang helemaal naar de nul, dat is echt onzin. Ik heb daar ook over geschreven en over die berekeningen. En de geleerde bij het Centraal Planbureau, die dat allemaal had uitgerekend, die heeft me een hele vriendelijke brief geschreven en die zegt, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Nou, heel, heel sportief. De directeur van het Planbureau is er ook van op de hoogte, die zegt, wij moeten maar ophouden met die pensioenen, want we hebben denk ik niet de expertise. En nog steeds gaat de Nederlandse bank door met al die pensioenen iedere 3 maanden 10.000 scenario's te laten uitrekenen, inclusief scenario's waarin de beurs ongeveer naar nul gaat. Dus ze luisteren niet naar elkaar. Dat is een bestuurscultuur. Ik zou zeggen, op het moment dat de directeur van het Centraal Planbureau zegt, ja, we hebben ons een beetje vertild aan dat onderwerp. En als de man die het heeft gedaan zegt, ja, je hebt gelijk, heel, heel charmant van hem natuurlijk, we hebben ons vergist en we hadden dat niet op die manier moeten doen. Dan wordt het hoog tijd om daar in Amsterdam daar ook eens even goed naar te kijken, maar dat gebeurt dus niet. We zijn net, in het nieuwe pensioenstelsel gaan we van een collectief geregeld pensioen naar individuele potjes. En dat heeft nadelen met wat u net vertelde, met het risico dat je kan nemen op het einde, maar heeft dat ook consequenties voor... Is er ook een fundamentele verschil met het huidige pensioenstelsel? Verandert daardoor ook de solidariteit of is het enkel een technische kwestie? Ja, er was destijds een verkeerd soort solidariteit en die hebben ze er ondertussen uitgehaald, dus dat is goed. Dat is namelijk dat mensen in een beroep waar je niet elke paar jaar promotie kan maken, zeg medewerkster in een kinderdagverblijf, of er zijn natuurlijk zat beroepen, ook beroepen, meer de praktische beroepen. Kapper, kapster. Je wordt niet elke 3 jaar senior kapper, hoofdkapper, principaal kapper, commandant kapper. Dat heb je niet. Dus die hebben vrij vlakke salarissen. En er zijn andere mensen die universitair opgeleid zijn en die maken dan promotie. Die kunnen baas worden, directeur, raad van bestuur, wat al, CEO. Die hebben dus een veel steiler profiel van hun salarissen gedurende hun werkzame leven. En we hadden een systeem dat je dan een pensioen kreeg, dat was afgeleid van je salaris helemaal aan het eind. En dat betekende in feite, als je er goed naar keek, een overdracht van de mensen die ongeveer vlakke salarissen hebben tijdens hun loopbaan. Heel veel mensen dus die praktisch werk doen, daar geldt dat voor. En dan mensen die steeds promotie konden maken. Dat hebben ze eruit gehaald. Dat was de overschakeling van eindloon op middelloon. Dat is dus heel goed en dat was een verkeerd soort alles door elkaar mengen. Nu is het zo dat als je, maar dat is dus niet het geval, als je een systeem had waarbij die pensioenfondsen absoluut garandeerden dat iedereen zijn pensioen omhoog ging met de lopende salarissen, dan zou het kunnen zijn dat als de beurs wel een tijd achteruit gaat, niet 20 jaar, maar een paar jaar, of als andere dingen tegenvallen, of als er geen nieuwe mensen meer in de sector komen werken, dat je in de problemen zou komen. Maar ons stelsel is aan de kant van wat er wordt beloofd al flexibel genoeg. Die kunnen al die dingen opvangen, dat is echt het geval. Dat maakt het dus ook makkelijker dan in een land als de Verenigde Staten. Dat is hier gunstiger geregeld. En die flexibiliteit is genoeg. Dat kunnen ze heel goed combineren met de pensioenfonds voor iedereen. En dat betekent dus dat de lopende werknemers die betalen en de gepensioneerden die ontvangen. En zo zet je dat voort. En dan is het ook makkelijk om te beleggen, ook in gebouwen, in roerend goed en in allerlei andere dingen, inclusief in aandelen. Hoe meer we dat individueel maken, dan gaat het ook lijken op een pensioen dat je kan kopen bij een verzekeringsmaatschappij.
die verzekeringsmaatschappij die kijkt dan alleen naar jou als je zo'n pensioen koopt. En die zegt, dat gaan we beleggen in een spaarrekening, want dan hebben wij in ieder geval geen problemen meer. Dat soort pensioenen is veel lager. Echt heel veel lager. Dus niet die 3% die ze hadden uitgerekend, die meneer die nu zo charmant toegeeft dat het allemaal verkeerd was. Maar echt een factor lager. Dus dat is een helemaal verkeerde ontwikkeling. En je moet hopen dat de Tweede Kamer die wet dus niet behandelt, gewoon in de prullenbak gooit en zegt, we gaan door met een up-to-date versie van het huidige systeem. Dat zou veel beter zijn. En ik vind het dus echt schandalig dat we nu 20% achterliggen met de ingegane pensioenen, achterliggen bij de geldontwaarding. De benzine is duurder, de huren gaan omhoog. We moeten straks misschien onze huizen meer gaan isoleren. En ik moet het toch even kwijt, als je het niet erg vindt. De mensen bij de Nederlandse Bank en bij de ABN AMRO Bank, die hebben een pensioen dat de geldontwaarding keurig bijhoudt. Je kijkt op het internet naar hun pensioenfonds en dan zeggen ze, we zijn er trots op dat we kunnen melden dat onze pensioenen meegaan met de inflatie. Ik denk, dan mag je misschien wel wat nederiger zijn en gewoon wat opener als je het gaat hebben over de pensioenen van al die anderen. Ja, dat vind ik echt, sorry hoor, maar dat is mijn mening. U zegt net, het kan beter helemaal de prullenbak in, maar als we dat scenario even terzijde laten, er zijn nog heel veel open eindjes, er moet over heel veel dingen nog beslist worden. Als u nou een tip zou willen geven aan of Kamerleden, of zou willen zeggen, nou, als jullie nou een nieuwe pensioenwet, een nieuw stelsel zouden moeten beoordelen, op welke belangrijke punten moeten jullie dan toetsen? Wat is voor u de kern van een goed pensioenstelsel? Dat is betrouwbaarheid en degelijkheid en het duidelijke inbreng van zowel de gepensioneerden als de werknemers, als natuurlijk de onderneming die ook bijdraagt aan dat pensioenfonds. En ik denk dat de beste manier om dat te bereiken is te zeggen, we houden het huidige stelsel. De grote fout die daarin zat, dat is dat de directeur zijn pensioen voor een deel laat financieren door de mensen die in de cafetaria werken, zal ik maar zeggen, die een vast salaris hebben. Die grootste fout die is eruit gehaald. En voor de rest is dat een heel goed systeem. De brieven die ik heb gekregen naar aanleiding van mijn artikelen van mensen, van insiders, hele hoge mensen bij grote pensioenfondsen, die zeggen allemaal, dat nieuwe stelsel is veel slechter. Dat kan je ook niet een klein beetje aan draaien en sleutelen en dan wordt het opeens weer veel beter. We moeten dat hele idee vergeten. En de makkelijkste manier om dat te doen is om tegen de Nederlandse Bank te zeggen, bedankt, jullie hebben, of nou ja, bedankt, niet bedankt. Jullie hebben dat 16 jaar gedaan en kijk eens wat daarvan gekomen is. Die juristen hebben dat een helemaal verkeerde kant op zitten duwen en daar moeten ze mee ophouden. Dus ik zou zeggen, dat toezicht moet daar weg, dat moet weer terug op de manier zoals het vroeger was. Daar zijn geen klachten over geweest. En dan heb je een bestuursmodel dat veel organischer en natuurlijker is. En dan kunnen we deze enge plannen, die kunnen we gewoon vergeten. En wat ik al zei, de berekeningen waarmee ze dat proberen goed te praten, dat is al toegegeven door de man die de berekeningen heeft gemaakt, die zijn helemaal ondeugdelijk. Dus dan moeten we er gewoon, het was een veelaarsdoen, een vergissing. Niet doen en dat toezicht weghalen bij de Nederlandse Bank, zeggen jullie mogen net zo streng en arrogant zijn als je wil tegen de banken, maar doe dat alsjeblieft nooit meer bij de pensioenfondsen. We gaan dat weer terugbrengen tot de situatie van voor 2004. Dat zou mijn aanbeveling zijn. U zegt net zo van, het is geen goed idee wat er nu gaat gebeuren, maar er ligt toch een maatschappelijk akkoord. Dat betekent dus dat kennelijk werkgevers en werknemers en in de SER allemaal unaniem zijn dat dit de weg voorwaarts is. Is het ook goed voor werkgevers of werknemers? En als dat niet is, waarom is er dan toch zo'n akkoord gekomen? Misschien gewoon ja, de dynamiek van zulke, dat heet dan overleggen. Het klimaatakkoord, daar kijken we nu toch ook anders tegenaan dan 3 jaar geleden. Nu zeggen we, waarom was daar niemand die een verstandig en eerlijk woord kon spreken over kernenergie? Waarom was daar niemand die de mensen vertegenwoordigde die nu al die duurdere benzine moeten betalen? Waarom zaten er alleen maar allerlei belanghebbende dingen af te spreken die dan in hun belang waren? Ligt dat een klein beetje anders? Wat ik hoor van mensen die erbij zijn geweest is dat de Nederlandse Bank daar zo hoog van de toren toeterde. En het is ook nogal een technische kwestie. Dus hoe berekenen we dat precies? Het is niet voor niets dat die pensioenfondsen een actuaris hebben, iemand die daar na zijn examen aan de universiteit nog weer een paar jaar extra voor heeft gestudeerd, om die dingen allemaal goed uit te rekenen. Dus ik denk dat de vakbeweging het niet goed heeft ook kunnen overzien wat het belang is van haar leden. De PvdA gaat dan weer mee met de vakbeweging. Het CDA zit in het midden, maar
die hebben misschien ook de deskundigheid gemist. En het is dus jammer dat een goed aantal hoogleraren en ook insiders unaniem zeggen, hou dat vorige systeem. En dat de Nederlandse Bank dus in is geslaagd om het helemaal weg te werken. Maar het is nog niet te laat om dit schip te keren of eigenlijk tot zinken te brengen. Dat zou eigenlijk beter zijn. Het is helemaal niet te laat om dit schip tot zinken te brengen. Dan is er alleen een beetje overbodig vergaderd. En dan zeggen we, hadden een uitstekend systeem. In ranglijsten stond Nederland altijd 1 of 2 voor de hele wereld over dat pensioensysteem van ons. En het was dus nogmaals een combinatie van voldoende flexibiliteit bij wat je uitbetaalt en bij de premies om eventueel bij te sturen als het een aantal jaren allemaal vreselijk tegenvalt, om wat voor reden ook. Die voldoende flexibiliteit betekent, je kan een collectief systeem doen waarbij alle mensen in het onderwijs, bij de overheid, alle mensen in de zorg samen zorgen dat de premie niet te hoog wordt en dat het pensioen behoorlijk meegaat met op zijn minst de geldontwaarding. Dat hadden we. Dat is door die juristen bij de Nederlandse Bank. Ja, sorry dat ik het een beetje duidelijk zeg. Die hebben dat niet begrepen en die zijn gaan duwen om hun eigen positie dus volkomen risicoloos te maken. Maar daardoor hebben ze die pensioenen dus enorm verslechterd.